Ja, net of er een container de klep zou dichtvallen. En nou, dat blijkt dat dat schoten zijn geweest. Dus meer weet ik er ook niet van. Dus. Ja, mijn vrouw zei dat ze was geschoten. Zeg maar, je bent gek, man. Het is over een container, ja. Maar ja, wie weet dat hier geschoten wordt, dus dat weet ik ook niet. Het was rond 8:45 dat we schoten hoorden en dat die heel snel achter elkaar waren. En dat het ook duidelijk was dat het een automatisch vuurwapen was. En ik ben op dat moment naar buiten gegaan. Ik zag hier boven een hoop vogels wegvliegen. Dus duidelijk dat het op deze plaats was. Alleen aan de rechterkant van me, daar ligt een school. En ik dacht dat in eerste instantie op die school geschoten was. Dus ik ben hier naartoe gerend. Ik kon hier niks zien. En ik zag ietsjes verder in de straat zag ik een auto staan die van de voorkant beschoten was. En de persoon zelf stond naast de auto. En hier over de straat lagen links en rechts wat hulzen. En op dat moment heb ik ook gelijk de politie gebeld. Het is eigenlijk een vrij rustige buurt, maar als je hier 's avonds na 10:30 buiten komt, dan zie je toch ook dingen die niet van toepassing zijn. Hier wordt toch vrij veel gedeeld in deze buurt. En met name omdat je hier makkelijk kan uitvluchten. Je kan zo door het veld, het bos in, je kan de andere kant op. Je komt hier vrij makkelijk weg. Ja.